En die laatste spreker was Maartje van de Wetering, actrice en zangeres, die haar stem liet horen in deze actie. U kunt ook uw stem laten horen door op deze site even te zoeken, dat moet wel helaas, naar een knop die u kunt aantikken en waarin uw stem dan wordt geteld als u vindt dat cultuur en kunst belangrijk zijn. En als u geniet van theater, van muziek, van ballet, noem maar op, dan kunt u ook een videoboodschap insturen naar info@cultuurinactie.nl, waarin u ons vertelt hoe belangrijk en waarom u vooral ook het belangrijk vindt dat kunst en cultuur nog blijven voortbestaan. En iemand die dat zeker ook vindt is Pieter Lubberts. CEO en mede-eigenaar van Backbone International. Wat is dat? Backbone International is een internationaal bedrijf. En wij produceren en doen eigenlijk met name de technische productie, overlay management en tekenwerk voor evenementen in de breedste zin van het woord. Noem eens een paar. SAIL Amsterdam zouden we dit jaar gaan doen. De Dutch Grand Prix waren wij betrokken. Sensation, waar we al een jaar mee over de wereld heen toeren, tot Mysteryland, Strandfestival Zand, Bevrijdingspop Haarlem, Bevrijdingsfestival Utrecht. En wat wij doen is, wij vertalen eigenlijk zeg maar veel creatieve ideeën van een organisator of een klant naar werkelijkheid. Dus het kan zijn licht, geluid, video, constructies, maar dat kan ook zijn dat we tijdelijke infrastructuur combineren met bestaande infrastructuur, zoals hekken, stroomvoorzieningen, water. Oh, dat vind ik veel minder spannend klinken. Ik vind wij vinden dat juist heel leuk, hoor. Ja, wij vinden dat heel erg leuk. Ja. Laten we even kijken naar een filmpje over jullie bedrijf. Ja, leuk. Backbone, a global partner in overlay and production management. Servicing world-class events with offices in Europe, North America and Asia. Backbone is devoted to producing complex and prestigious events worldwide, led by the desire to produce great work and endless technical possibilities. Clients and partners include those who create, finance and organize events and experiences. Because it's the same day load in, load out. It's within 24 hours we're in and out of a venue. It's a military operation. Backbone is the connection between organizers and suppliers, focusing on consultancy and turnkey overlay solutions. Translating the creative into production by transparent ownership while maintaining a high standard of efficiency, quality and safety. To see all those people very happy and having a great night out, that's really nice. Backbone is the overlay and production partner for world-class events. Leuk toch? Ja, zei je? Dit is wel heimwee als we dit zien. Heimwee, ja. Nou, heimwee die voorlopig niet weg zal gaan. Want wat opvalt hier zijn al die mensenmassa's. Ja. Dat is bizar om te zien als je nu realiseert in wat voor situatie we nu zitten. Absoluut, absoluut. Het is ook gewoon totaal surrealistisch eigenlijk wat hier op dit moment speelt. Ja, en wat voorlopig natuurlijk niet meer terug zal komen. Nee, niet in de vorm zoals we die nu hebben. Zeker niet op de korte termijn. En als het kijkt naar zeg maar, onze branche, onze evenementenbranche, die heeft voor ons geen stip op de horizon. Dus er wordt gezegd tot 1 september geen grootschalige evenementen. Nou, wat je net in het filmpje zag, was over het algemeen grootschalig. Dus voor ons is het nog niet duidelijk wanneer wij als, zeg maar, als branche, maar dus ook als bedrijf, weer aan de slag kunnen. Maar je weet wel zeker dat dat niet per 1 september alweer is? Nee, kijk, als men zegt dat tot 1 september er geen grootschalige evenementen gaan plaatsvinden, dat betekent dat we tot 1 september geen stip op de horizon hebben. En pas daarna wordt gezegd wanneer we wat zouden kunnen gaan doen. Want je gaat niet op 2 september een grootschalig evenement organiseren. Dat kan niet. Het raar is natuurlijk, jullie zijn een internationaal bedrijf. Ja. Maar dit is ook een pandemie. Het is een internationaal probleem. Dus afgezien van dat er 1 september dan hier blijkbaar
een soort van deadline is waarvan ik mezelf afvraag of dat voor grote evenementen niet enorm naar voren wordt geschoven nog. Ja. Is dat overal ter wereld? Dat is overal ter wereld. We hebben een kantoor in Jakarta. En die waren net voordat we in Nederland zeg maar, in de intelligente lockdown gingen, zijn zij als land helemaal dichtgezet. En zeg maar, plus minus 3 weken nadat Nederland aan de gang was, begon het in Amerika. Terwijl ze daar op dat moment nog dachten, goh, wat is het heftig bij jullie zeg. En 3 weken later hebben ze hetzelfde aan de hand. Ja. Dus daar ligt ook alles stil. Voor wat voor dilemma's staan jullie op dit moment, als je dat zo ziet? Nou ja, kijk, organisatorisch staan wij voor het dilemma met hoeveel mensen gaan wij straks uit deze situatie komen. Dat is onze eerste dilemma. Hoe gaan we als bedrijf overleven überhaupt als we geen omzet hebben? Want er is gewoon nul omzet op dit moment. Hoeveel mensen werken er bij dat bedrijf? We hebben 35 mensen wereldwijd, waarvan er 20 in Nederland. Eigenlijk 19, inclusief mezelf is 20. Ja, en die zijn in vaste dienst, zou je zeggen. Ja. Maar er zijn natuurlijk, wat daar allemaal aan het sjouwen was bijvoorbeeld, heel veel freelancers. Ja, kijk, als wij zelf rechtstreeks inhuren aan crew in Nederland alleen al, denk ik dat we zo rond de, nou, we zijn begonnen met tellen en ergens weer gestopt rond de 3000 mandagen per jaar al inhuren. En dan heb ik het nog ineens over de crew en de medewerkers van bedrijven die wij en partners die wij inhuren. Ja, dat is nog een veelvoud van. En dan heb je het nog alleen maar over de mensen die je nodig hebt om iets tot stand te brengen. Ja. Maar hoe zit het met contracten en überhaupt het engageren van optredenden? Want daar zijn jullie ook van afhankelijk. Ja, wij zijn daarvan afhankelijk. Nou is het zo dat wij als bedrijf zelf geen programma's samenstellen. Dus wij doen niks inhoudelijk. Oh, nee. Wij houden ons echt bezig met de achterkant. Dus onze klanten die zorgen voor de inhoud en het concept en het idee. Meestal het creatieve plan. En wij zorgen dat dat idee zeg maar uitvoer krijgt. Dus wij zorgen wel dat een bandje kan optreden op het podium wat nodig is. Maar wij boeken ze niet. Nee, maar daar zit natuurlijk wel nog een hele andere tak van sport achter, waar echt ook nog duizenden mensen aan het werk zijn. Ja, precies. Maar als je nou, kijk, dit doen we onder andere, dit hele evenement doen we onder andere om ook de politiek bewust te laten worden van wat er allemaal bij komt kijken. Ja. En wie er allemaal getroffen zijn. En vooral ook wat er allemaal daardoor dreigt niet door te gaan en verloren dreigt te gaan. Maar het is natuurlijk niet alleen maar een kwestie van steeds maar naar die politiek te kijken. Wat zou je eigen verantwoordelijkheid kunnen zijn? Nou, kijk, ik vind sowieso als bedrijf, maar ook als ik zelf vind, dat we niet continu maar moeten zeggen hoe slecht de regering doet. Die staan voor dezelfde dilemma's als dat wij als bedrijf zijn. Zeker. Maar dan in een veelvoud. Ja. Tuurlijk ben ik het niet altijd eens met wat de beslissingen zijn, maar ik snap dat als je als overheid niet voor iedereen de juiste beslissing kan nemen in zo'n korte tijd. We kennen dit fenomeen niet, dus we weten allemaal niet hoe we daarop hadden moeten reageren. Wij als bedrijf zijn er niet. De overheid in dito. Dus het is te makkelijk om maar continu te zeggen dat de overheid het verkeerd doet. Dus dat zie ik ook niet. Wat ik belangrijk vind is dat we wel als zeg maar branche gehoord worden. Nou, dat is op brancheniveau hebben we ons verenigd met een aantal andere brancheverenigingen en praten ook rechtstreeks gewoon met de overheid. Dus op dat niveau wordt er gewoon goed gesproken. Daar wordt ook gesproken over financiële noodpakketten die we nodig hebben. Want zoals ik al zei, we liggen gewoon stil. Er is geen omzet. We weten niet wat er na 1 september gaat gebeuren. Dus wij houden rekening mee dat we tot en met april volgend jaar überhaupt geen omzet gaan draaien. Nou, dat betekent dat je keuzes moet maken binnen je bedrijf, maar ook dat je steun nodig hebt. Maar dat is één ding. Wat ik veel belangrijker vind daarnaast is dat we ook in dialoog zijn. Nou, dat zijn we dus nu vanuit de branchevereniging VVM in samenwerking met andere verenigingen en bijvoorbeeld de Johan Cruijff Arena. En, nou, zo zijn er meer grote partijen. Maar waar gaat die dialoog dan over? Ja, die gaat eigenlijk over 1,5 meter protocollen. Maar dat is best wel een gevaar, want eigenlijk veel belangrijker is om straks te gaan praten over wat zijn de mogelijkheden na 1,5 meter. Want 1,5 meter is geen optie voor Nederland. Nee, en zeker niet voor een groot evenement lijkt. Absoluut niet. Dus ik geloof er ook niet in. Ik snap dat we nu keuzes moeten maken en dat we gefaseerd aan de slag moeten met elkaar. En ik snap dat 1,5 meter nu even het moment is. Maar ik vind dat daar een houdbaarheidsdatum aan moet zitten. Omdat dat niet de nieuwe waarheid mag gaan worden. En zeker niet voor een evenementenbranche. En als ik kijk naar wat wij kunnen doen. Wat ik belangrijk vind is dat we met de overheid praten. Maar dat we met name op regionaal en lokaal niveau ook met de overheden kunnen praten. Dat men met ons in gesprek gaat over wat wij als evenementenbranche niet alleen kunnen betekenen voor de lokale en regionale overheden, maar dat we ook de kennis en kunde hebben om ook daadwerkelijk mee te kunnen praten op lokale en regionale overheden. Maar goed, dus dat begrijp ik. En dat je daarover in dialoog bent. Dus ik snap ook dat dat een work in progress is en dat je dan nog niet de kant-en-klare oplossing hebt. Maar waar denk je dan aan? Hoe zou je weer zonder 1,5 meter, toch op een veilige manier dit soort evenementen kunnen? Nou, er worden op dit moment heel veel 1,5 meter evenementen ontwikkeld. En dat is goed, want er moet ergens een praktijkvoorbeeld gaan zijn. Maar dat praktijkvoorbeeld kunnen we niet. We kunnen met een paar evenementen dat gaan doen.
Maar dan nog steeds hebben we geen data. Er moeten data gaan zijn van wat er bij versoepeling ontstaat. Wees eens concreet. Nou, ik denk dat we op een gegeven moment misschien moeten kunnen zeggen. Wat speelt er mee? Is een regio van belang? Als je kijkt, het begon allemaal in Brabant in Nederland. En in Friesland was het minder van belang. Misschien is dat dan wel een wegingsfactor die je kan meenemen. Ja, maar in dan komen natuurlijk uit allerlei regio's. Komt dan publiek? Of moet je daar... Ja, dan... nou, maar dat is ook een gegeven. Dat weten we niet. Daarnaast kunnen we gaan samen bekijken van hoe kunnen we de contactmomenten verkleinen. Maar ook doelgroep is ook een belangrijk gegeven. Outdoor en indoor begint inmiddels ook een goede discussie te ontstaan of dat wel of niet van belang is. Ja. En wij kunnen natuurlijk als evenementenbranche zeggen, wij willen het zo. Want dan willen we heel graag terug naar nul. Wat ook uiteindelijk de bedoeling moet zijn. Ik snap dat de overheden zeggen, ja, maar we willen niet zo snel naar nul. En die zijn wat voorzichtiger. Nou, ja. Als we elkaar daarin kunnen vinden, dan denk ik dat we een goede stap aan het maken. Dus voorlopig buiten alles? Ik geloof sowieso veel in buiten, maar ja. Ik geloof ook in binnen. Alleen gaat het erom hoe kun je dat reguleren en hoe blijft het ook voor de bezoeker nog leuk om naar een evenement te gaan. Ja. Hoe lang hou je het niet vol, denk je? Wij hebben ons als tip gezet op april 2021. En dan? En dan moet er wel weer omzet gaan draaien. En anders? Ja, dan zullen we andere maatregelen gaan nemen. Dan zullen we andere keuzes moeten maken die misschien net zo duivels zijn als die we nu nemen. Misschien als dan de pandemie weer de kop opsteekt en we moeten met z'n allen weer stil en we gaan een jaar weer geen evenementen doen. Nou, dan stopt het voor een bedrijf als Backbone en heel veel andere bedrijven in deze branche stopt het. Ja. En we kijken nu al uit naar ongeveer 50% werkeloosheid als we niet een verandering gaan krijgen in de komende tijd. Ik ga jou direct vragen om je handtekening te zetten. Ja. Hoeveel mensen vertegenwoordig jij met die handtekening, denk je? Nou, mijn bedrijf heeft dus 35 mensen, 20 in Nederland. Daarnaast hebben we denk ik zo'n 3000 mandagen die we al extern inhuren. En dan nog eens een veelvoud aan crew met bedrijven. Dus wij gaan al richting de honderden gaan we al. Richting de honderden, als we kijken wat we per jaar doen. Richting de honderden. Ja. Zullen we gewoon eens maar zeggen 200? En in je directe omgeving? Dat zijn er 20. Ja. Nou goed, dan is het aan de tellers maar om te bepalen of ze er 200... Dan doen we 20 omdat we ook dat is niet heel de boel... Ja, dan weten we zeker dat je die in elk geval... Die andere 100 zitten weer bij de andere bedrijven die hier aan tafel zitten. Zet je handtekening als je wil. Heel erg bedankt. Pieter Lubberts van Backbone International.